Goede Vrijdag kreeg dit jaar een letterlijke invulling. Het eerste elftal van FC Groningen werd namelijk verrijkt met twee verdedigers. De 20-jarige Lorenzo Burnett en Johan Kappelhof, ook 20 jaar. Ze komen van het belofteteam van Ajax en mochten daar transfervrij vertrekken. Beide spelers tekenden een contract voor 3 jaar bij de FC. Ik heb 12 jaar de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Van 2 jaar als contractspeler. Ik zie Groningen als een geweldige stap vooruit. Ik ben zo blij dat ik ben. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ja. Ik kan alleen maar heel hard lachen. Glimlachen. Ik ben echt gelukkig. Ik wil me hier echt heel graag ontwikkelen en bewijzen. De kerstverse FC Groningen spelers werden op hun reis naar Groningen vergezeld door hun familie. En zij zijn zo mogelijk nog verheugder dan de spelers zelf. Het is gewoon een heerlijk gevoel. Het is echt een heerlijk gevoel. Het lijkt zelf alsof jij zelf ook meespeelt natuurlijk. Hè? Want het is je kind en je voelt het gewoon lekker mee. Dus ik ben echt blij voor hem. Ja, ook ik ben blij met deze aanwinst. En ja, ik denk wel dat hij nu, dat hij hier is gekomen, zichzelf nog meer gaat kunnen ontwikkelen. En nog meer gaat bloeien. Ik voel me echt trots en trots. En namens ook oma Carmen Burnett. Ik heb ooit een bal voor Lorenz gekocht. Hij was 2 jaar. Ja, en overal waar hij ging, moest de bal mee. En ik zei van, nee, mag niet mee. Dus als hij ging huilen, zeg van, oké, je mag hem wel meenemen. Maar wel onder je arm blijven houden. Ja, en dat heeft hij bewezen. En ik ben heel blij en heel trots als moeder dat hij echt zo ver is gekomen. En dat hij zichzelf verder kan ontwikkelen. Ik hoop dat hij een goede start maakt. Dat hij heel ver komt. Ja, ik heb eigenlijk niet echt zoveel woorden, maar ik ben heel blij voor hem. En ga je met hem mee naar Groningen? Denk er nog over na. Ja, ik denk dat hij nu Nederland gewoon echt gaat laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Dus ja, ik zie het wel positief zitten. We zijn in zeg maar 1998 begonnen met de talentendagen van Ajax. En toen is Johan in 1 juli 1999 lid geworden van Ajax. Alle jeugd elftallen doorlopen. Hij heeft altijd heel goed zijn best gedaan. Altijd de trainers waren tevreden en zo. Hele goede voetballer. En ik denk dat dit voor hem een hele goede stap is. En dat hij het heel goed zou doen bij FC Groningen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Zijn naam is genoemd van Johan Cruijff. Ja, toen die in de buik. En dan die vader zegt, als hij jongen, dan is hij Johan Cruijff. En als hij meisje, dan is van mij. En is hij jongen gekomen. En vanaf zijn kleinste begin speel met die voetbal. Dus ik ben blij en trots op hem. Johan, dat zijn hele mooie woorden van je moeder. Geweldig. Het is mooi om te horen dat mijn moeder trots is. En dankzij God dat ik dit heb gekregen, dat dit op mijn pad is gekomen. En ik ben natuurlijk heel blij dat mijn ouders goede woorden over mij spreken. Dus dat is geweldig. Ja, waarom de keuze voor FC Groningen? Vanaf het eerste gesprek met Groningen heb ik goed gevoel gehad. Warm gevoel, veel vertrouwen. En ik heb eigenlijk niet zoveel twijfels gehad bij Groningen. En gelijk als eerste liefde. Dat voelde meteen goed. Gelijk. Liefde op het eerste gezicht. Geweldig, ja. Ja, Lorenzo, hoe was dat voor jou? Precies hetzelfde, kan je zeggen. Echt warm gevoel als je zo kijkt naar het stadion, de fans. Als je wanneer kijkt op tv, zie je echt een hele warme gevoel bij de fans dat ze echt achter hun ploegje staan. Lorenzo en Johan hebben bij Ajax getraind onder Pieter Huistra. Heeft dat nog meegespeeld bij hun keuze voor FC Groningen? Je kent hem al. Ik heb een goede tijd met hem gehad. Dus dat maakt het makkelijker om een keuze voor Groningen te maken. Ja, geldt dat ook voor jou? Ja. Ja, zo is het gewoon. Het is veel makkelijker als je een trainer kent, dat je een trainer moet leren kennen. En dan weet hij al je pluspunten en je minpunten. Lorenzo Burnett en Johan Kappelhof. Vanaf 5 augustus te bewonderen in Euroborg.